weet zeker, iedereen die als hier zit, en de meeste mensen, er is zoveel gebeurd in het land, maar we gaan wel schieten met de jeugd. De jeugd heeft zat meegemaakt. En hoe we het doen we het en zo deden we het. En we zijn de stad op gegaan. Er was een plaats in Nederland waar als wat mocht, maar hier in Kampen mocht het wel. Die idioot met melkbus. Wat een stelletje zon. Maar die jongens van Schutterschilder, die zaten er wel. Die hebben dat allemaal voor elkaar gemaakt. Mede dankzij input, ook van bord, van jongens, dit gaat wel door. En als we het zo gaan regelen, en we kunnen het allemaal bij elkaar houden, dat is iedereen, dat als we weten wie op welke plek zit, dan gaat het gebeuren. We kunnen een dranghek neerzetten. Ja? Je mag weer een vuurton neer plaatsen. Ja? Die dingen, dat mag weer. En dat is wel mooi, want dat kunnen we regelen. Op een aantal plaatsen, natuurlijk niet iedere plek, maar op een aantal plaatsen hebben we nu de mogelijkheid om een Dixie te plaatsen. Ja? Daar heb ik mezelf ook hard voor gemaakt, want ik ben bij DOS geweest waar 2,500 man loopt. Met de dames in de struiken en alles te pissen, dat kan niet. Dus er hoort gewoon een Dixie voor die dames en de plassen voor de man. Makkelijk zat. Zo moeilijk kan het niet wezen. En alle plekken worden opgeruimd nu door jullie, zowat. Zijn er nog maar een paar. En dat is dus ook weer de verdienste met de instap die als we daarmee hebben gedaan. We waren boos, maar het rendement is optimaal. Maar daarom zijn we jou wel dankbaar. En daarom hebben wij gezegd, als Schutterschilder, willen wij jou graag als erelid van de Schutterschilder. Bord, namens Schutterschilder. Heel erg dankjewel. Er is een ontzettende mooie manquette gemaakt voor jou. Allemaal goud. ziet er prachtig uit. Iets kan voor zo. Mag hier nog meer naar me toe? Ja. Zullen we het ook nog een beetje bij. Die buik zit er dan wel achter. Die buik zie ik wel. Dan denk je hier nog voor mij zo, ja? Van lachen op, hè? Ja, ik lach altijd. Nog even een keertje deze kant op, een klein beetje. Die kant nog op. Ja. Ook mooi dat Luc Sieben hier is. Hij heeft ook aan de lijve allemaal meegemaakt. In de loop van de tijd, ook in de jaren voordat ik hier burgemeester werd. En als het gaat om de kern van de zaak, dan ben ik het eigenlijk helemaal met jullie eens. Dat jullie het karbietschieten en de manier waarop we dat ook in de achterliggende jaren onder moeilijke omstandigheden hebben kunnen doen, waarop jullie dat hebben gedaan, dat is voor een heel belangrijk deel aan jullie zelf te danken. Door de manier waarop er afspraken zouden kunnen worden gemaakt, dat gaf ook een legitimatie naar het andere publiek toe, want er zijn ook mensen die kritisch zijn, zeg maar, op het lawaai van het gebiedschieten en de manier waarop het gebeurt. Maar de wijze waarop we met elkaar afspraken hebben kunnen maken, dat heeft jullie gered. En het heeft ook, zeg maar, jullie wijze van schieten gered. Ik vond het ook een heel mooi idee, alweer van een paar jaar terug, dat er over een Schuttersgilde werd gesproken. He, een gilde, dat was iets van, zeg maar, een paar eeuwen terug. Maar waarbij het er vooral om ging, dat ervaring en lessen aan elkaar werden doorgegeven. Je had leerlingen en die gingen op les. En als ze een vakman waren, dan werden ze gezel. En als ze de meestersproef aflegden, dan werden ze meester. En ik vond het ook hier wel heel mooi dat ook daar sprake van was. Ook hier aan de Noordweg. Maar ja, kun je iedereen zomaar laten schieten? He, of kun je bij wijze van spreken ook toch een oogje in het zeil houden om anderen te leren? Zeker als ze ook nog van andere wijken komen die van schieten totaal geen verstand hebben. En zomaar denken dat het dat je op een melkbus kunt gaan zitten. Dan is het ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het op een veilige manier gebeurt. En dat daarvoor ook maatregelen worden getroffen. Nou, jullie hebben dat gedaan. Jullie zijn er nog steeds mee bezig. Daar ben ik best wel trots op. Ik heb nog wel eens wat contact hier in Kampen. Een paar weken geleden werd ik er weer gebeld van. Ze zijn hier volop aan het schieten. Ik zeg, ga eens even kijken. Dat was gewoon vuurwerk. Dat is helemaal geen bus aan te pas, bij wijze van spreken. En ja, mijn reactie was, je zou mogen willen dat, zeg maar, de mensen die vuurwerk afsteken, dat die dezelfde discipline aan de dag zouden willen leggen als de
karbietschutters. He, want zeg maar, die zorgen ervoor dat deze traditie vanuit het verleden, en natuurlijk krijgt hij nu wat anders vorm dan in het vroege verleden, met veel gedoe met de politie enzovoorts. Dat is nu een vorm van samenwerking geworden, maar je kunt blijven schieten op een hele goede manier. En ik zou eigenlijk ook bij wijze van spreken de mensen die van vuurwerk enzovoorts gebruik maken, ook willen uitnodigen om een voorbeeld te nemen aan jullie als schuttersgilde. Ja, Oudjesdag is mijn mooiste evenement wat elk jaar terugkomt. In het begin van de jaren 75, 80 was het wat minder. De meeste van jullie hebben dat niet meegemaakt, maar was het rellen met de ME. Noordweg schoonvegen, stonden wij bij het slachthuis met de ME. En een wagen op de Noordweg en dat was naar elkaar toe, alles wegslaan, instappen. Dat ging de hele nacht door. Na de jaren 80 gingen jullie als schutters de oude straat op. En werden de ruiten uitgeschoten door de deksels. Boven ramen klapten eruit, was ook niet erg goed. We hadden toen een vrij strenge commissaris van kerk, erg star en stug in zijn beleid. Dus we liepen de hele nacht achter de schutters aan te vangen. Dat was ook geen goed idee. Jaren 90 kwam er een nieuwe korpschef, Tjibbe Aldersma. En die is gaan beginnen om met de schutters in contact te komen, te praten van wat willen jullie. En gaandeweg dat hele traject kregen we steeds meer waardering voor elkaar en werd er naar elkaar geluisterd. En de laatste jaren kwamen de vaste schietplekken voor jullie. Op een gegeven moment, een jaar of 4, 5 terug, ontstond een schuttersgilde. En we kwamen met een schuttersgilde in de werkgroep. Wij zaten als gemeente, politie en jeugd in de werkgroep, kwamen elk jaar, elke maand bij elkaar om het beleid over melkbeschieten samen te stellen. Maar heel veel mensen zaten in de werkgroep, sommigen die hadden nog nooit een melkbus gezien. Dus waar praat je dan over? Op een gegeven moment kwam de schuttersgilde erbij onder de aansturing van de burgemeester om ook het schieten te gaan verdedigen. En op voet van gelijkwaardigheid, gelijke partners hebben we altijd naar elkaar geluisterd. In de laatste jaren hebben we toch met z'n allen ervoor gezorgd dat de schutters het goed oud en nieuw konden vieren. Maruk! Erelid is erelid, maar dat houdt ook in natuurlijk, als hij erelid is, dan staat hij ook achter ons. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar dat doe ik. Alsjeblieft.